Ik vind ook dat de Joodse gemeenschap in Nederland een statement moet maken. Want laten we dan zeggen, ik weet niet hoe oud je bent, misschien mijn leeftijd, maar hoe vaak heb jij nou in je hele leven een Joodse man gezien met een ketpoep? Bijna nooit. Dus ik vind dat de Joodse gemeenschap in Nederland ook moet doen. Kom naar buiten, laat zien dat je Joods bent. Dat het straatbeeld ook veranderd wordt in Nederland. Want als we nu iemand met een keppel zien, dan staan ze al raar te kijken. Maar laat zien, mensen zijn Joods alleen in huis, maar niet buiten de buitenshuis. Als ik in Antwerpen loop, ik ga vaak naar Antwerpen, daar lopen gewoon moslims en Joden door elkaar heen. Ik heb een kleine anekdote. Ik was laatst met mijn gezin in Antwerpen. En ik zet mijn auto daar neer en ik stap uit met mijn zoon, een keppel, ik een keppel. En dan komt een Marokkaanse man naar me toe. En zei, meneer, is uw auto op slot? Ik zei, ja. En zei, we wonen veel Poliën, zegt hij. Maar dat wil ik alleen maar mee zeggen, dat de straat, dat Joden en moslims elkaar daar beter accepteren. Dus hier in Nederland moeten mensen gewoon, de Joden moeten gewoon veel meer naar buiten komen. Laat zien dat je Joods bent. Ik bedoel, verstop jezelf niet.